Igmar. Joep is jarig! Joep is 21 jaar oud geworden vandaag en dat moet gevierd worden. Eerder kreeg hij al een vliegles cadeau. Je mag gaan vliegen. Heel tof. Je hebt een fles vodka gekregen. Ja, ga ik niet in combinatie gebruiken met een vliegles. Dat is niet alles. Want we willen nog een cadeau aan je geven graag. Dat vind ik leuk. Daarvoor heb ik iemand aan de telefoon hangen. Je vindt het spannend, hè? Ja. Jij mag aan de hand van 10 vragen maximaal erachter komen wie het is. En die persoon mag alleen maar ja of nee zeggen. Oké. Hallo? Hallo? bent u iemand uit mijn persoonlijke kennissenkring? Nee. Ja. Bent u hier wel eens in de studio geweest? Nee. Verdient u uw geld in de media? Nee. Bent u sporter? Ja. Hoeveel vragen zit ik? Je zit nu op 4 vragen. Op 4 vragen. En het is niet iemand uit mijn persoonlijke kenniskring. Maar... het is een sporter. Ja. Bent u een voetballer? Ja. Nee! Ik weet het! Nou? Speelt u bij FC Utrecht? Ja. Heeft u rugnummer 2? Nee! Ja. Is dit... Mark van der Marel? Mark van der Marel! Ja! Goedenavond, Mark. Goedenavond. Mag ik allereerst even zeggen, de acteerskills van Mark van der Marel, verdedigen bij FC Utrecht, zijn goed hoor, Mark. Ja, verschillende markten thuis, hè? Ja. Joep, leg even uit als je nu zit te luisteren. Ja, waarom is Mark van der Marel? Goedenavond, ja. Trouwens. Waarom? Kijk, ik ben supporter van FC Utrecht. En Mark van der Marel is de langspelende speler van FC Utrecht in onze selectie. En dat is gewoon een cultfiguur. Sommige mensen houden niet van hem, sommige mensen houden wel van hem. Maar hij doet altijd zijn best en dat vind ik mooi. Ja. En wat Mark denk ik ook niet weet, is dat er een foto van Mark in mijn studentenhuis op de wc hangt. Dat weet hij wel. Oh, dat weet hij wel. Ja, dat heb ik hem verteld vanmiddag, toch Mark? Er zijn jongen van het UWC, of dat nog niet. Wat zeg je? Want er zijn jongens van het UWC, die komen ook regelmatig naar de wedstrijd toe. En daarvan weet ik dat ik ook een beetje... mijn poster hangt er ook regelmatig, komt ook regelmatig de huiskamer in binnen. Ja, van dat koor in Utrecht. Ja. Nee, maar ik ben serieus bij Joep thuis geweest en bij Joep hangt oprecht een foto van Mark van der Marel. En vanmiddag zei jij nog, als je Mark van der Marel aan de lijn hebt, dan wordt het helemaal episch. Je hebt hier Mark van der Marel aan de lijn, voetballer van FC Utrecht. Ja. Is er nog iets wat je wil weten van Mark? Hoe gaat het, Mark? Want je bent geblesseerd nu, toch? Ik ben geblesseerd, ja. Maar ik train weer een beetje met de groep mee. Ik train eigenlijk weer helemaal met de groep mee. Dus ik heb nog even nodig om fit te worden. Maar ik hoop binnenkort weer bij de selectie te zitten. En zou jij hier een keer in de studio langs willen komen, Mark? Dat zou ik helemaal mooi vinden. Je denkt, je bent jarig. Je denkt, vraag maar gelijk of ik ook gelijk in plaats. Je denkt, je kan alles gelijk maken. Nee, sorry meneer van der Marel, dit had ik ook niet voorzien. Ik wist niet dat je kwaad bent. Hij heeft wel humor, hoor, moet ik zeggen. Ja. Nee, het lijkt me hartstikke leuk. Het lijkt me hartstikke leuk om een keertje langs te komen. Oké, en de vraag is even, is dit alles, Mark? Nou, dit is zeker niet alles. Oh, God. En ik heb het idee dat het volgens mij nu elk moment binnen kan komen. Volgens mij komt de verrassing ook nu de studio wat binnen. Mark, blijft even meeluisteren, want er komt nog een studio binnen. wat komt hier de studio binnen lopen, Joep? Volgens mij zijn dit de Junior Tigers. Dit zijn de mascottes van FC Utrecht. Dit zijn de mascottes dit van zijn Utrecht. Twee mensen in een heel groot tijgerpark. De mascottes van Utrecht. Mag ik even eventjes een groot applaus voor de mascottes van Utrecht? Dit zijn de officiële mascottes van FC Utrecht. Ja. Die staan hier nu in de studio. De Tiger en Tiger Girl heette deze. Ja, je moet voorstellen, het is een warme dag geweest vandaag. Ja, ze staan een duim op te steken ervoor. Ze hebben iets voor jou. Oké. En dat mag je nu aanpakken. Ik loop er even naar. Loop er maar even heen. Ik loop er even. Even de microfoon opzetten, koptelefoon. Ja. En neem het in ontvangst. Ja. En lees voor wat erop staat. Eerst krijg je een high five. Hallo. Hi Joep. Je moet voorstellen, als je nu zit te luisteren, Joep is groot fan van FC Utrecht. Ja, Elke week zit hij bij FC Utrecht. Elk weekend praat hij over FC Utrecht. Als FC Utrecht verliest. Als Utrecht verliest, is hij niet te genieten. Als Utrecht wint, dan moet iedereen het weten. Nee, vooral dus iedereen die voor Ajax is. Dit seizoen ben ik vaak niet te genieten, laten we eerlijk zijn. We hebben 1-1 gespeeld, toch? Oh ja, 1-1. De check. De check. Oh, er is een check. Ja. Lees hem voor, hardop.
Hierbij nodigt FC Utrecht je uit om op zaterdag 15 oktober tegen Go Ahead Eagles de sidekick te zijn van de reguliere stadion speaker. Gefeliciteerd! Wat? Je wordt stadion speaker. Nee! Ja. Nee! Ja. Dit is een grap. Nee, het is echt. Dit is echt een grap. Dit is echt waar. Mark, zeg me dat het waar is. Het is waar, jongen. Het is waar. Denk je dat je het een beetje kan? Met nummer 2 Mark van der Marel, met nummer 3 Ramon Leeuwin, met nummer 5 laat je horen. Wie is nummer 5? Kevin Conboy. Ja, ik denk dat ik wel kan eigenlijk. Hij weet het wel, hè, Mark? Natuurtalent. Maar even een vraagje aan jou dan, Mark van der Marel. Let jij tijdens een wedstrijd een beetje op zo'n stadionspeaker? Wat moet hij kunnen, zo'n stadionspeaker? Ja, er moet een hoop enthousiasme in zitten. En ja. Ik denk dat hij daar nog een beetje aan moet werken, maar verder... Mag ik dan ook de Man of the Match uitroepen? Je mag ook de Man of the Match uitroepen. Dat denk ik wel, ja. Dan regel ik dat mag ik is. Nou, als hij dan alweer mee kan doen, nee, natuurlijk. Nee, anders is hij het ook gewoon. Anders is hij het ook gewoon. Mark van der Marel. Die deal staat. Mark, mag ik jou bedanken voor het regelen van dit cadeau? FC Utrecht en jou, Mark van der Marel, bedanken. En Joep gaat je binnenkort tot Man of the Match uitroepen. Nou, helemaal goed. Ik kan niet wachten. Ja, bedankt en een fijne avond, hè? Yo, dankjewel. Fijne avond. Joep, stadionspeaker. Weet je wat zo mooi is? Ik vraag een week geleden aan jou. Wat gaan we doen met verjaardag? Ja, dat kan ik niet zeggen. Is het iets met FC Utrecht? Vraag ik eens. Nee, dat hebben we al die jaren voor al gedaan. Dat gaan we dit jaar echt niet doen, hoor. En dan staat hier gewoon met de twee mascottes en ik word... Dit zijn de mascottes. Stadionspeaker bij FC Utrecht. Jij wordt stadionspeaker. Een eredivisiewedstrijd. Go Ahead Eagles speelt tegen FC Utrecht in de Galgenwaard. Jij bent daar de stadionspeaker. Zou je zien dat ze met rust met 5-0 achter staan? Nee. Toen is een beetje positief. Anders trekken ze het nu nog in bij FC Utrecht, hoor. Dankjewel FC Utrecht. En ja. Igmar, Stefan, Rens en Mark van der Marel. En Mark van der Marel en FC Utrecht. En de Tigers die hier staan. Overigens hebben ze ook nog één andere. Mogen we dat nu ook al zeggen, Tigers? Of wil je dat zelf zeggen? Of, ze knikken ja. Je laat het aan mij? Het is moeilijk. Wil je het zeggen of moet ik het zeggen? Ik moet het zeggen. Heb je ooit een leeuw zien praten? Ja, nee, dat is toch niet waar. Je mag ook nog, als je dat wil. Ja. Deze vrijdag speelt FC Utrecht ook. Tegen Groningen? Ja, tegen Groningen. Ja, ze wijzen nu ook, ik ook, maar ik ben nog een beetje twijfelachtig. Je mag ook deze vrijdag in zo'n pak het veld op. En dan ook nog stadionspeaker. En dan ook nog stadionspeaker zijn, beide. Oh, dat gaan we doen. Ja. Ik moet ook, hij wijst nu ook naar mij dat ik ook moet. Dat werd me al verteld. Wij kunnen ze samen als de Tigers het veld op. Dus, maar, en ik mag speaker zijn en ik mag Tiger. En je mag in dat pak. Hoe dik is dat? Episch. Ja, toch? Dankjewel. Ja. Iedereen die hier aan heeft meegemaakt. Ga er even van genieten. Gewoon een fotootje maken. Kan je het allemaal zien op Instagram. Dankjewel. Bij Igmar.